Welkom dames en heren bij City Skylines. En wat nou het leuke is aan City Skylines is, omdat we steeds uitbreiden, dat het er ook steeds leuker gaat uitzien. Maar ik heb iets gebouwd. De allereerste winkel is bevestigd, dames en heren. Het is een bekend liedje op YouTube bij de Lidl. Oftewel, hier is mijn allereerste Lidl, dames en heren. Hier staat gewoon volop de Lidl in mijn park. En ik was vergeten dat bij monumenten, die kan ik nog niet bouwen, want dan moet ik 70.000 mensen in mijn park hebben. Dat zijn er extreem veel. Maar in ieder geval, de Unique Buildings kan ik wel bouwen. En je ziet dat ik er niet veel heb gebouwd. Echt in totaal maar 4 stuks. Dat is echt ontzettend weinig. Dus ik moet eigenlijk wat meer unieke buildings gaan plaatsen om de mensen gewoon wat blijer te maken. Ik bedoel, hoe blijer je mensen maakt, hoe sneller ze ook willen wonen in je park. Nou, ik heb zelfs een Jurassic Theme Park. Hoe cool is dat? Gewoon een eigen Jurassic Theme Park in de stad. Ik denk dat ik iets gaat uitzoeken. Je kan ook 8 banen selecteren. Hier een hele leuke townkerk. Waarom plaatsen we geen leuk kerk hier zo? Dat is toch hartstikke schattig. Hier zo. Gewoon op de hoek. Zo. Ik bedoel, ja. De mensen die daar dan... wat water nodig weer. Ach, dan krijgen we dat gezeik weer. Trouwens, heel dit stuk heeft water nodig. Dus als we even een lijn trekken tot hier. Zo. En dan daar. Dan komt dat als het goed is weer helemaal goed. Nou, ja, we gaan weer huizen bouwen natuurlijk, want we gaan weer heel veel dingen upgraden, zoals wij altijd meestal doen. En het belangrijke is dat alles lekker vol komt te staan en dat we lekker veel mensen gaan lokken naar het park. Is niet makkelijk om te doen. Ik bedoel, wij stonden net in de min van de weekly changes, maar nu staan we weer in de plus. Dus dat wil ik ook graag zo houden, dat er steeds meer mensen naar mijn park komen. Maar wat houdt mensen nou, ja, hoe kan je mensen nou lokken? Ik denk toch door het zo mooi mogelijk te houden en te maken. Gewoon mensen veiligstellen met brandweer, met politie en dat soort zaken. En ja, gewoon lekker veel huizen bouwen. Daar gaat het om. In City Skylines heel veel huisjes. Dus ik ga het helemaal volmaken met huizen. Hier trouwens niet langs de snelweg, dat vind ik lelijk. Misschien kunnen we daar winkelpandjes maken. Dus die low density of zelfs die high density commercial zones kunnen we hier gaan bouwen. Dus laten we dat gelijk gaan doen. Zo. Ik heb jeuk in mijn neus. Vervelend is dat. Zo. En hier langs de zijkant doen we ook high density. Allemaal hoge gebouwen. Hoppakee. En hier ook. Zo. En hier doen we dan huisjes. Huisjes in die woonwijk. Hier dan weer niet. Op die hoek. Zo. Nou, kom maar op. Dan wordt dat allemaal volgebouwd. En dan gaan we eens kijken. Hier gaan we natuurlijk geen huizen bouwen. Want ja, hier moet eigenlijk een klein pand. Of een groot pand. Gewoon niks daar. We plaatsen er gewoon een dikke boom. En daarmee basta. Kijk. Pak gewoon deze zo. Nou, ik had gezegd een grotere boom, maar ik pak echt de kleinste die er is in het spel. Hoppakee. Zo, ik ga hier nog wat natuur neerzetten, dus wat boompies. Gewoon wat verspreiden langs de weg, dat het ook zo kaal anders. En dat vind ik ook weer niet heel erg mooi. Dus laten we hier gewoon wat bomen verspreiden. Dat we in ieder geval, dat het wel eruit ziet alsof we hier hebben gebouwd. Want dat hebben we ook daadwerkelijk. Maar dat we dat gebied ook kunnen afsluiten tot een mooi gebied. Ik wil hier nog een hele leuke fietsroute neerzetten. Of een looproute. Fietsroute hebben we natuurlijk alleen in de uitbreiding. Nou, laten we dat hier maken zo. En laten we dat ook een bochtje geven, want anders ziet het er niet uit. Dus even kijken, van daar naar daar mag wel een bochtje in. Zo. Gaat hij hier naartoe en dan maakt hij een cirkeltje en dan gaan we daar naartoe en dan komt hij uit op daar. En dan gaat hij vanaf, kijk hoor, deze kant gaat hij dan verder. Ik heb echt jeuk in mijn neus, ik weet niet hoe dat ineens komt, zo'n jeukaanval, weet je wel. Kijk, dan gaan we hier achterlangs en dan gaan we daar naartoe. En dan komt hij uiteindelijk uit op iets verder daar naartoe, dat vind ik wel gaaf zoiets. Sloop het gewoon daar joh, maak het uit, YOLO. En dan hier komt hij uit op daar. Is dat niet cool? Tof. Gewoon een cirkeltje. Hartstikke leuk. En dan gaan we hier gewoon wat boompjes aan de zijkant plaatsen. Zo. Hartstikke leuk. Ziet er hartstikke mooi uit. Als we dit een beetje versieren, dan zie je er niks meer van. Hoppakee. Zo. Nou, prima. Zo. Het is vaak gewoon keihard klikken in dat spel. En vooral die omgevingen maken, dat kost echt superveel tijd. Hebben we die mooie bomen nog? Deze, dat zijn die volle bomen. Die kunnen we ook gebruiken. Zie je, dan oogt het alweer wel beter. Oké, prima. Kost echt veel tijd het spel. Dat vergeten mensen heel veel. Dat je het zo gedetailleerd wil bouwen. En dan, ja, dan krijg je dat, hè. Zo. Nou, prima. Kijk, dan ziet dat er ook weer beter uit, zie je het? Alleen dit nog niet. Dus hier moeten we eigenlijk ook allemaal dat soort dingetjes bouwen. En dan kunnen we in ieder geval, als we dat klaar hebben, kunnen we wel weer meer huizen gaan bouwen en uitbreiden. Want het staat weer op -3, dames en heren.
Er komen minder, er gaan meer mensen uit mijn stad dan erbij komen. Oh, en ik wil tot naar die 70.000 op een gegeven moment. Hmm, lastig hè. Dat zijn van die rare dingen. Ik weet niet hoe dat spel in elkaar zit af en toe. Maar ik ga eens kijken. Dit zit in het groen. Dit zit in het rood een beetje. Of een beetje naar blauw. En dit is het midden. Dat is op zich wel redelijk. Nou, dit staat goed. Dit staat slecht. Laag is de fire safety. Hmm, waarom is dat laag? Oké, misschien moeten we wat meer gaan bouwen qua brandweer. Denk ik. Misschien moeten we hier een grote brandweer neerzetten op de hoek. Ik denk dat dat beter is. Hier is toch geen huizen, dus sowieso minder verkeer hier. Het is sowieso logisch om het hier misschien wel neer te zetten. Politie hebben we. Scholen. Hadden we daar, klopt. En busstation. Ja, hadden we alleen hier een parcours, zie je dat? Hmm, of een treinstation is dat geloof ik. Nou, wat ik nu aan het doen ben, is best wel leuk om even te laten zien. Ik ben namelijk looppaden aan het maken tussen alle huizen door. Dat mensen heel makkelijk van een bepaalde plek naar een andere plek kunnen gaan lopen. Ik weet niet of dat, ja, misschien wel handig, maar kijk, ik heb gewoon een paar paden heb ik door het gras of door de bomen heen gemaakt. Dat maakt het ook leuk. En hierachter, even kijken, waar is dat ook alweer bij de windmolens? Waar is dat plekje hier? Heb ik ook een pad gemaakt. Dat is misschien wel leuk. Ik weet niet of mensen er echt daadwerkelijk op gaan lopen. Ik denk het wel, maar ik zie nog niet veel mensen. Ik denk dat dit nog niet echt een flink bewoonbare plek is. Maar dat wordt het uiteindelijk wel. Dus dat gaat wel helemaal goed komen uiteindelijk. Ik wil echt veel meer bouwen, maar dat kan helemaal niet. Omdat ik zeg maar, ja, omdat ik eigenlijk moet wachten. Dus ik kan hem vooruit spoelen. In ieder geval, ik ben benieuwd of het verkeer hier moeilijk doet. Want tot nu toe stroomt het behoorlijk door. Als ik hem even vooruit spoel, zie je dat het nergens echt oppropt. En sowieso is het niet echt super druk. Ik bedoel, die wijk hier. Kijk, er zijn wat auto's hier. Maar voor de rest hoor ik wel ambulances. Hmm, waar komen die vandaan? Hier vandaan. Oh, er staat ook een vrachtwagen. Heel erg... Wow. Oké, die deed heel vreemd. Zag je dat? Het is ook leuk om af en toe even je stad te kijken hoe het allemaal gaat. En hoe het in zijn werking gaat. Dat is best grappig om te zien. Oké. Nou, hier heb ik natuurlijk die weg gemaakt met die twee bruggetjes. Zodat dat ook wat meer doorstroomt. En ik heb de wegen over het algemeen ook wat breder gemaakt. Hè? Dus dat het ook wat sneller gaat qua verkeer. Ik zie dat het hier ook heel mooi is. Hier parkeren de mensen langs de weg netjes. En kunnen heel veel mensen ook duidelijk nog zeg maar langs de weg gaan op twee baans. En even kijken. Dat is dus hier niet het geval bij mijn eerste stad. Daar is het allemaal wat krapper. Oh, deze, die man hier, die woont echt verschrikkelijk. Ik ga dit huis weghalen. En ik plaats daar gewoon even dit. Zie je? We willen geen gezeik. Mensen moeten niet zeuren. Maar dan moet ik dit wel natuurlijk groen kleuren. En hier is het echt extreem druk. Wow. Hier is het echt verschrikkelijk. Dit zijn de mensen die natuurlijk naar binnen komen. Maar het is al zo breed de weg. Dat het haast... Ja, het is haast niet beter te maken dan dit, denk ik. Dus ik ga eens kijken hoe het loopt. Want ja, er staat echt flink veel auto's. Ze staan echt helemaal in de file, inderdaad. Hmm. Hoe kan ik dit beter doen? Ik weet het eigenlijk niet. Ik weet echt niet hoe ik dit beter kan doen tot nu toe. Want we staan nog steeds in het groen. Qua geld en qua mensen die binnenkomen. Dus op zich positief. Alleen, ja, hier staat wel echt heel veel auto's. Hè. Moet je kijken, het staat hier helemaal vast. Dat is wel echt een nadeel. Hmm, misschien moeten we deze weg ook gewoon updaten. Alhoewel, moet je kijken hoeveel jongens. Dit stukje is echt het ergste gewoon wat er is. Je zou eigenlijk een rotonde moeten maken. Hè? Een rotonde. Maar ik weet niet of dat echt gaat helpen hier zo. We hebben heel weinig plek hier. En we hebben het natuurlijk pas al heel erg opgekrikt. Maar ik wil het eigenlijk nog erger opkrikken. Dat we het even verhelpen. Hmm. Zullen we het gewoon doen? Zullen we een rotonde maken? Ik denk gewoon dat het nodig is hier. Ja, misschien klinkt het raar. Maar ik denk dat we dat gewoon moeten gaan doen. Gewoon even ruimte maken. Hoppakee. Ik weet dat mensen gaan boos worden om mij. Wat ik allemaal nu weghaal. Maar we moeten gewoon die plek maken nu. Zo. Gaan we ook dit even allemaal slopen? Wat zijn dit allemaal voor dingen, joh? Die grote huizen. Zo. Zo, we willen gewoon plek hebben. Op die manier doen we het even zo. Zo, nu hebben we meer overzicht. En kijk nou hoe raar dit staat ook. Vreemd, hè? Even wat huizen slopen hier. Langs de zandkant. Zo. Ja, ik wil een rotonde gaan maken. Ik weet niet waar ik moet beginnen, want al die auto's moeten dan er vanaf. En dit staat ook in de weg. Zal ik die ook gewoon weghalen? Hoppakee. We gaan er later nog wel wat moois van maken. Heel veel mensen zijn teleurgesteld, dat snap ik. Maar we moeten verder. We moeten verder, we moeten een rotonde maken, want dit gaat niet werken zo. Dus wat ik ga doen, is een rotonde maken. Wow, Vincent. Wow. Dat wist ik niet. We kunnen zoiets plaatsen.
Maar we kunnen ook zelf inmaken. Dit is wat kleiner. Ik denk dat deze wat makkelijker is. Maar ik wil graag een tweebaans. En... ja, misschien... ik weet niet. Misschien is dit beter, maar dit past never nooit. En zoiets is ook verschrikkelijk groot. Dus ik denk dat ik het zelf moet bouwen. Oké, ik ga hem opslaan, want ik denk dat ik iets heel erg stoms ga doen nu. Laten we het doen. Oké, ik ga wegen weghalen. En nadat we dat hebben gedaan, gaan we dus... let maar op. We gaan het mooi maken. Oké. Wat moeten we doen? We moeten dingen aan elkaar aansluiten, dat klopt. Mensen komen vanaf hier. Dit is de hoofdweg. Oh! Wow! Zag je dat? Zo! Zag je wat er gebeurde? Excuus. Dit is de hoofdweg. En de hoofdweg bestaat uit... volgens mij uit dit. Ik weet het niet zeker. Laat me kijken. Bestaat het uit die? Ja, volgens mij is dat dezelfde. Ja. Oké. Dus we komen aan. Dus we moeten een rotonde hebben. Die ongeveer hier begint. En vanaf hier moet er een pad komen die daar naartoe gaat. Oké. Dus dit moet aan elkaar gekoppeld worden. Nee, niet via die manier. Kijk, het gaat nu al mis. Och, het gaat wat worden, dames en heren. Ik moet een cirkel maken. Een grote cirkel. Nou, die cirkel moeten we dus vanaf dit punt. Hier is het die. Moeten we hem naar... zo plaatsen. En dan zo. Van zo gaat hij naar daar, denk ik. Is het zo goed wat ik nu doe? Of moet ik een tweebaans maken? Nee, een rotonde hoeft helemaal geen tweebaans. Kijk hoor. Nou, het heeft al meer banen, zeg maar. Zo. En dan zo, denk ik. En zo. Ik hoop dat dit beter gaat. Ik hoop dat dit gaat lukken, hoor, dames en heren. Ik ben heel erg benieuwd. Dit moet gewoon recht. Ik wil geen stomme bochten meer. Waarom maakt hij een bocht? Kijk nou. Oh, dat is zo raar. Waarom maakt hij een bocht daarin? Hier, gewoon deze recht erin. Kom op. Hij maakt hem schuin, zie je dat? Ik snap niet waarom hij dit doet. Nou, goed. Maakt niet uit, YOLO. Als we nou zoiets hebben gedaan. En we plaatsen die, verbinden we met... even kijken, dit moet een tweebaans worden. Dus als we dat deze doen. En we slaan deze op die. En deze slaan we op die. Dan moet dat ziekenhuis weg. Staat weer allemaal in de weg, hè? Zie je dat? Oh, heb ik er nou een rommeltje van gemaakt of niet? Ik denk het wel. Hoppakee. Ik denk dat dit een soort van beter gaat. We gaan het gewoon afwachten. Dat is denk ik het belangrijkste. Afwachten is het belangrijkste, dames en heren. Gewoon kijken wat er gaat gebeuren en of dit beter doorstroomt. Want even kijken. Je kan maar één kant op. Dus mensen moeten deze kant op. En die kunnen dan kiezen, gaan we dan naar rechts of niet? Of nemen de volgende afslag? Ik denk dat dit gewoon goed gaat komen. Ik ga het even vooruit spoelen, want ik wil weten, komt hier nog een file te staan, ja of nee? Er komen meer auto's aan. We gaan gewoon afwachten. Ik ben ontzettend nieuwsgierig of dit echt geholpen heeft, zo'n rotonde. Want dan hebben we gewoon het probleem opgelost, zeg maar. Er ontstaat al een kleine... zag je het rechts? Ja, hier zo, waar mijn pijl nu is. Maar die kan je niet zien. Oh, hier zo. Hier stond een... kijk, hier ontstaat een klein beetje file. Dus dat betekent dat er meer mensen daar naartoe willen. Maar het stroomt al aardig door. Ik ga nog niet te hard juichen. Want het moet natuurlijk wat drukker worden. En ik ben benieuwd of dat echt gaat drukker worden nu. Ik ben tot nu toe heel tevreden. Ik weet niet hoe jullie het nu vinden, maar het stroomt lekker door. Misschien heb ik daadwerkelijk een hele goede keus gemaakt. Zal het echt zo zijn? Oeh. Oh, nee. Oh. Het stroomt door. Oké, het stond even vast daar. Maar het gaat goed. Het gaat goed. Oh, het loopt vast. Ja, het loopt vast. Het stroomt weer door. En er komt weer een file. Er komt weer een file, dames en heren. Er willen iets te veel mensen naar deze kant. Maar hoe kan ik dat oplossen? Haast niet. Het is gewoon stervensdruk. Oh, shit. Oh, shit. Het wordt weer extreem druk. Ik zie het nu alweer. Ik denk dat dit helemaal vast komt te staan. Het rijdt wel door. Ik bedoel, ja, er zijn wel stoplichten, maar op zich... ik maak me te druk, denk ik. Ik denk dat die files af en toe... oh, scheisse, dames en heren. Dit is echt een scheisse. Ik moet gewoon kijken hoe dit werkt. En ik denk gewoon in ieder geval dat dit beter doorstroomt dan wat we hiervoor hadden. Dus ja, het is gewoon even afwachten, denk ik. En kijken wat... oh, jezus, hier staat zelfs ook een file. Kijk dan.
En waar komt dat verkeer allemaal vandaan dan? In de toekomst moeten we gewoon heel erg brede wegen gaan bouwen, want anders gaat het gewoon niet goed. Lekker breed doen, allemaal lekker breed. Nou, we kunnen nieuwe huisjes bouwen, want ik denk dat bijna alle huisjes zijn gebouwd. Want ik zie alleen het groene balkje nog naar voren steken. En nieuwe huisjes betekent, hier kunnen nog huisjes gebouwd worden. Nou, laten we wachten totdat mensen in ieder geval daar gaan intrekken. Want anders gaan we natuurlijk niet een nieuwe wijk maken. Mensen, dit was de aflevering voor deze keer. Ik hoop dat je het leuk vond. In ieder geval, ik vind het spel wel heel erg leuk. Alleen, ik vind het een beetje afzakken als ik eerlijk ben. Ik bedoel, ja, ik breid mijn stad wel uit en het wordt ook steeds gaver. Alleen, ik heb wel het gevoel dat het steeds moeilijker wordt. En ja, dat vind ik wel jammer. Ik had vanaf het begin af aan dat ik eigenlijk al met de wegen rekening moet houden. Dat is eigenlijk de slimme wijze les van deze aflevering die ik heb gedaan. In ieder geval ga ik daar in de toekomst wel op bouwen. Dus ik vind het zonde om alles weg te halen. Dus wat ik tot nu toe heb neergezet, vind ik heel erg zonde. Dus ik wil gewoon nog wel doorgaan met de serie. Wees niet bang. In ieder geval, we moeten even kijken wat we de volgende keer gaan doen. In ieder geval een uitbreiding sowieso. Bovenin kan ik nog verder bouwen. We zitten nog met die fabrieken. Er zitten heel veel huisjes die nog leeg staan en eigenlijk niet bewoond zijn. Dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. We staan allebei in de plus, zowel als mensen die binnenkomen als het geld. Dus op zich, zolang dat niet in de min staat, is er ook geen probleem. In ieder geval, tot de volgende aflevering in City Skylines. Bedankt voor het kijken. Doei doei!